Is er nou niemand die die Frans Timmermans even tot de orde roept? Daar bij die GroenLinks en Partij van de Arbeid. Ja, is toch ook wat? Nou heeft links, die hebben wat succesjes behaald, hè? Dus in Engeland. Maar ja, daar heeft rechts, die hebben gewoon zo slecht geregeerd. Dat die mensen, die moesten wel even aan de bel trekken. En in Frankrijk, ja, daar heeft rechts even wat moeten inleveren van de winst die ze hadden. Nou, oké. Okay. En hup, hij gaat gelijk op Twitter, die Timmermans. En die roept, ja, als je de mensen die twijfelen aan samenwerking met links, dat moet je niet doen. Want je kan rustig met ons samenwerken. Hoe brutaal kan je zijn? Ja, Timmermans. Luister eens even goed. Je hebt gewoon zwaar verloren met de verkiezingen. Zet dat nou eens even in je hoofd. Nederlaag. Verlies. Allemaal die. Beetje een afgang ook. Ja. En gewoon, je doet even helemaal niet mee in het spel. Onthoud dat nou even. En wat heb je dan ook nog gedaan de laatste tijd? Heb je alleen maar allerlei partijen lopen afzeiken in de debatten. Ja. Zonder dat je zelf met één goed voorstel kwam, heb je alleen maar lopen afzeiken. Ja. En daar maak je jezelf niet populair mee, Frans. Nee. Dus wat doet hij nou? Ja, die ging niet twitteren. Van, er moet een samenwerking komen. En hup, daar kwam natuurlijk, boom, de bovenop. Die Wilders. En Wilders zegt van, ja, luister eens even goed. We hebben gehakt gemaakt van jou. Schreef hij, ja, met de verkiezingen. En we blijven gehakt van jou maken. Met je linkse samenwerking, ja. Dus, Timmermans, neem van mij nou even een tipje aan.